pannenkoekenbrood. Ik ben de pannenkoekenman, de vader van de pannenkoeken. Chocopasta binnen en dan vinden ze helemaal lekker. En hoe kom ik hier terecht? Was het een avontuur. Geboren in Beirut. We zijn uit Libanon gevlucht naar Duitsland. Daar zijn we opgegroeid, daar zijn we op school gegaan. Overal met handen en voeten praten. Heel veel fouten gemaakt, maar uit de fouten geleerd. Ik ben getrouwd, ik heb 4 kinderen. Allemaal in Almere, Flevoland, geboren. Ik wil graag wat van mij opbouwen. En dan ben ik op het idee gekomen deze brood hier te maken. Omdat Nederland meer multicultureel is als andere landen in Europa. Wij produceren hier Arabic bread, flatbread. Dat is geen Turkse brood. Niet verwisselen met Turkse brood of Marokkaanse brood, alstublieft. Wij krijgen meel geleverd, dan krijgen we nog zout, gist, suiker en natuurlijk water uit Almere. En een goede medewerker uit Almere ook. Wij doen alles in een deegmachine en dan wordt het gemengd en dan komt het in een snijmachine. Dan gaat het door op de geerband en dan gaat hij als een bolletje platte brood maken. En dan komt het in een oven. Onze oven zijn speciale oven. Dat zijn bij 700 graden, 800 graden. Een paar seconden is het door. En dan gaat het door de koeling, dan wordt het gekoeld. En dan wordt het gestapeld en ingepakt. We zijn de eerste mensen die dat brood hier in Nederland gemaakt hebben. De eerste? De eerste. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, we hebben een goede historie gemaakt hier in Flevoland. We hebben Almere bekend gemaakt in heel Nederland. Iedereen kent deze brood als Almere brood. Ik ben trots op mijn geschiedenis, wat ik hier alles bereikt heb. Het is een moeilijke tijd geweest, maar nu is het heel makkelijk, helemaal vriendelijk, helemaal is ontspannend. Vroeger niet zo, maar nu is het helemaal goed. En wat zijn nou van die lessen die je misschien zou willen doorgeven aan andere ondernemers? Niet opgeven. Steeds verder doorgaan.